Nou, het is niet alleen voor jongens. En hoe kun je, is er nog iemand in jouw omgeving, jij als rolmodel, maar is er dan ook nog een meisje als rolmodel te bedenken? Heb jij iemand waarvan je zegt, die heeft het wel in zich? Ja, mijn zusje. Nou. En hoe oud is ze? 8 jaar. Oké, okay, en die zou je al mee kunnen nemen en, in dat traject? Ja, ik zie ook dat ze een scratch heeft gedaan, dat ze, maar dan op de iPad. Iets voor een iets jongere versie. Ja? Maar ze vindt het ook wel leuk om te doen. Is ze bij? Nee, ze is er niet bij. Oké. Okay. Zij zit nu op school. Oké. Okay. Ja. Maar ja, ik zag wel dat ze het leuk vond om te doen. Dus, en zij heeft het ook wel in zich, denk ik. Maar dat is, als we nou gaan praten over een programma ergens, hè, dat we goed laten zien dat het niet alleen voor jongens is, want games, afhankelijk van wat voor, is voor iedereen leuk of ja, interessant. Ja, je kijkt naar, sommige games zijn echt alleen voor jongens gericht, maar je hebt ook games natuurlijk die voor beide categorieën goed ja, zijn. Ja, ja. Dus ja. Meiden horen er ook gewoon bij. Ik vind het in zijn algemeenheid een uitstekende. Meiden horen erbij. Ja? Oké. Okay. Hebben we voldoende inzicht? Want als je nog meer enthousiasme nodig hebt, wij gaan gewoon door, hè? Tot het eind van de dag. Toch? Ja. Hartstikke goed. Hartstikke goed. Maar okay. Ik denk dat we langzaam zeker naar het historische moment moeten. Ja. Ja. Tenminste, ja. En ga je mee als er getekend wordt, want dat zijn jouw potentiële of afnemers later wanneer je je eigen bedrijf hebt. Of, ja, of ze zijn jouw werkgevers straks. Zullen we gaan? Oké. Okay. Goed.